zo ver mogelijk door te trekken op weg naar het WK dat zijn finale in Rome zal beleven over 2 jaar. Hij heeft 10 spelers gehandhaafd. En voor Arnold Muren, die na Duitsland zijn afscheid genomen heeft, gekozen Hendrik Kruzen. Een verrassende keus. Maar dat wil dus zeggen dat hij aan de formatie echt zo min mogelijk heeft willen wijzigen. Kruzen, voor slot van rekening, een linksbenige speler zoals Arnold Muren. Die samen met Erwin Koeman de linkervleugel zal gaan bezetten bij het Nederlands elftal. De volksliederen, eerst dat van de gasten. Lied van Wales met aanvoerder Ian Rush helemaal rechts. En bij het afkijken van de spelers was vooral de nervositeit te zien bij de man helemaal links. Alan Nil, de debutant in het elftal, die straks de tegenstander is van Marco van Basten. En je zou toch zeggen dat de avond eigenlijk niet kapot kan. Een iets bedrieglijke gedachte natuurlijk, maar toch. Het arbitrale trio komt uit Denemarken met als scheidsrechter in het midden Jan Damgaard. Die hier ook de laatste thuiswedstrijd van het Nederlands elftal floot overigens. Opstelling van Wales met dus nummer 5 Nil, een debutant als tegenstander van Van Basten. En met nummer 11 Barry Horn, die Ruud Gullit zal moeten schaduwen. De bekendste, Southall, de doelman. En de beide spitsen, Rush en Hughes. Waarvoor de meeste attentie bij het Nederlands elftal uiteraard gevraagd zal worden. En die zullen bewaakt worden door Frank Rijkaard en Adrie van Tichelen. Het elftal van Wales, waarvan u hier de wisselspelers ziet, dat een aantal gerenommeerde mensen mist in de verdediging. Radcliffe, Van der Houwen en Slatter zijn alle drie ervaren spelers die niet beschikbaar zijn voor coach Terry Yorick. En dan Nederland, zoals gezegd.
10 van de 11 bekend van het Europees kampioenschap. De 11e, Hendrik Kruse in plaats van Arnold Muren. Vraag is ook hoe lang aanvoerder Ruud Gullit, die nog geen hele wedstrijd gespeeld heeft, het vanavond zal volhouden. Dat was hem even, Hendrik Kruse, die aan zijn vierde interland begint. En daardoor is dus Sonny Siloy, u ziet hem daar met het zwarte stekeltjeshaar, op de bank terecht is gekomen in deze formatie. Terwijl hij toch eigenlijk gedacht had dat niet deze Hendrik Kruse, maar hij eventueel in de basis zou kunnen spelen. Thijs Liebrechts heeft anders besloten. Hij heeft gezegd het goede handhaven en alleen het meest noodzakelijke veranderen. En dat heeft hij in de meest letterlijke zin gedaan. Het gevaarlijke duo van Wales. De aanvoerder Ian Rush en Mark Hughes. Ian Rush en Mark Hughes, beide teruggekeerd in de Engelse competitie van een buitenlands avontuur. Aangespeeld door Van Aarle. Zijn eerste duel met zijn directe tegenstander Barry Horn. Schot Wouters. Oh, salvo. Dat was na 1 minuut en 10 seconden de eerste poging en de eerste test voor Southall. Erwin Koeman vanaf de linkerkant en het is druk voor Southall. Nog een keer Koeman. Gullit. Voorzet Vanenburg. Van Basten. Voor de eerste maal ook in duel met die lange, slungelachtige jongen, Alan Mill. En het eerste duel is voor Van Basten, dat kon wel eens van belang zijn. Daar loopt Mill achter hem langs. Dit is hem, de 23-jarige. Hij speelt in de ploeg van Terry Yorath, Swansea City, in de Engelse derde divisie. Kruse krijgt de eerste vrije trap. Aangepakt door zijn tegenstander Hol. Vanenburg. Koeman aan Rijkaard in de eerste ontmoedigingsactie tegen Ian Rush. Blackmore, Hughes. Nederland vanaf het begin af aan goed geconcentreerd. Ja.
Nederlandse defensie is zich bewust van de scherpte van die twee spitsen, Rush en Hughes. Vandaar de omzichtigheid bij de opbouw af en toe. Bezit. Van Aarle die in de eerste fase veel kan komen daar langs de rechterkant. Rijkaard, bal is niet binnengebleven. Davies. Vrije trapvoordeel Erwin Koeman. Overtreder Williams. Zoutwol met een verre trap. Rijkaard die hem niet lekker op het hoofd krijgt. En dan is Van Breukelen weg terwijl Hughes het balbezit heeft. Davies. Bol. Davies. En dan is het over. Opzet is uiteraard om die twee spitsen, Rush en Hughes, zoveel mogelijk te isoleren. Dus vanuit het middenveld de boel vast te zetten. Zodat deze kanoniers zo min mogelijk bevoorrading krijgen. Gullit op zo'n lange paas van Ronald Koeman. Hughes overzag dat achter hem Van Aarle kwam. Van Aarle. Te kort voor Vanenburg. Via het lichaam van Vanenburg over de lijn. Thank you.
Nicholas. De hand van Davies. Erwin Koeman. Kruse weggelopen bij zijn tegenstander Hol. Tot Rijkaard. Ging iets verder naast dan je vanuit deze positie zou denken. Thijs Liebrechts, de nieuwe man voor zijn eerste interland. Wel gespeld met een G natuurlijk. Ere wie ere toekomt. Buitenspel Ian Rush. Maar dat duo vooral Rush en in mindere mate Hughes heeft maar heel weinig kansen nodig om daar voordeel uit te boeken. Vandaar dat er 90 minuten lang attentie gewenst is. Van Basten. Goed was gezet door Nil. Hughes. Hazelwood. Clayton Blackmore. Nicholas. Hughes nu aan de rechterkant. Neemt steeds Van Tichelen mee. Gullit schiet. Terry Orth, tweede man op de bank. De blonde speelde bij Leeds United in de goede tijd. Het elftal van Billy Bradner. Vanenburg onmiddellijk aangepakt door Blackmore. Vaste linker verdediger bij Manchester United. Kruse met Hol in de rug. Overtreding van Williams. En Koeman heeft het even niet lekker. Maar even maar.
overtreding tegen Kruse van Hoorn. Geel. En daar hoeft dus geen discussie over te bestaan, over dat geel. Gullit. Eén tegen één van Tichelen en Joost. Nieuwe vrije trap. Voordeel Kruse, nu de overtreding van Hol. Van Basten met nul. Komt van Vanenburg. Koeman houdt een overtreding in. Williams houdt de bal niet. Van Basten van achter de verdediging gestart, maar afgeschermd door Nil. Hoorn, Hol, Williams, Rush, Davies. Wouters van Basten wil de bal in de voet. Rijkaard. Vanenburg. Rijkaard. Voorzet Koeman. Nicolas die wegkopte. Van Basten, teruggevallen uit de spits, te ver voor Gullit. Neville Southall, een aantal seizoenen geleden in Engeland nog uitgeroepen tot Player of the Year. Dus niet de eerste de beste. Dat was in het jaar dat Everton de Europa Cup 2 won. In het jaar dus dat de Engelsen nog in de Europa Cup mochten meedoen. Want hij speelt bij Everton. Jan Damgaard
Hij floot ook de laatste thuiswedstrijd van het Nederlands elftal hier, vlak voor het EK tegen Roemenië. Davis. Nederland gooit. Koeman, Van Basten niet buitenspel en vrijgelaten door Nil, maar net niet voldoende ruimte, Marco Van Basten. Joes. Williams, de man die er niet aankwam. Van Tichelen. Vanenburg, Van Tichelen. Zou wel. Kruse en Koeman, naar die lange paas van Rijkaard, hier opnieuw Kruse. Neergelegd, door Hol, en niet voor het eerst. Allebei bezig aan hun vierde interland, Kruse en Hol. Erwin Koeman. Van Tichelen. Onder in beeld ziet u dat de verzorger van Wales het veld in wil voor blessurebehandeling van Clayton Blackmore. Maar Blackmore moet naar de kant. Het spel gaat dus door tijdens die blessurebehandeling. Tichelen met Hughes in de rug. Het is Rush die de terugweg naar Van Breukelen afsluit. En dit is link uitverdedigen richting Koeman. Les 1 is toch niet door het centrum. En Erwin Koeman speelt de bal te ver voor zich uit. Tichelen mee, Vanenburg, Van Basten, Rijkaard. En als Van Tichelen mee is, neemt Jan Wouters de bewaking van Hughes over.
Blackmore, die al snel weer terug was. Davies. Rush. Attentie dus. Niet nodig, want Rush speelt de bal langs Davies. Gullit. Die paas van Rijkaard van achteruit. Voorzet Kruse. Blackmore. Rush. Nee, Hughes natuurlijk. Rush steeds in de punt en Hughes daarachter van de linker naar de rechtervleugel uitwijkend. Koeman en Kruse. De rolverdeling is eigenlijk zo dat Koeman de rol uit het Europees kampioenschap van Muren heeft overgenomen en Kruse die van Erwin Koeman. Koeman, Kruse, Rijkaard. Schot werd gesmoord. De rust van de bal gezet. Koeman, wat is zelfs voor hem te ver. Rush krijgt de vrije trap. Rijkaard krijgt dus de overtreding op zijn naam. En op de tribune Rinus Michels met links naast hem zijn vrouw Wil. Vrije trap Davies. Buitenspel geplakt voor Rush. De scheidsrechter neemt dat over. Rush die dan Rijkaard het nemen van de vrije trap onmogelijk maakt en daarover een verhaaltje krijgt. Van Basten steeds met die nil in zijn kielzog. Hughes. Davies. Liep zich vast op Wouters. Opnieuw Hughes. Thank you.
Kruse. Nu is uitgeweken naar de andere kant. Vanenburg toch met een voorzet. En daar is niemand meer van Wales. Initiatief van Rijkaard. Speelt de bal achter Van Basten in de rug. Koeman. De hand van Pieter Nicholas. Spelend bij Chelsea, de meest geroutineerde in jaren bij dit elftal van Wales. Dik 25 meter van het doel van Southall ligt de bal. Koeman. Van richting veranderd. De Southall moet zich haasten om een hoekschop te voorkomen. Gullit. Milderen. Kruse. Bal achter de lijn geweest. Doelschop. Bijna 33 minuten gespeeld en nog steeds 0-0. Maar realiseert u zich dat dit het eerste hoofdstuk van een nieuw boek is. Het boek Europees Kampioenschap is dichtgeslagen. Het boek WK Italië is een compleet nieuw boek. Om de vergelijking maar eens door te trekken met een nieuwe bondscoach als een soort nieuwe kaft daaromheen. En alle voorgaande hoofdstukken gelden dus niet meer. Die roept op de bank van Wales is de assistent van Jorath, Peter Shreve, assistent in Londen bij Queen's Park Rangers. In Wales geboren en daar na ongeveer 14 dagen, dus als baby, nog vandaan verhuisd. Maar niettemin, hij is een Welshman. Koeman, nu misschien wel. Ja! En Southall laat zien dat het niet voor niks een 35e interland is. Want deze van Koeman, die kon natuurlijk als vanouds.
Hoekschop van zijn oudere broer, Erwin. Mistrap Davies, Bullet, Koeman, doelschop. En zo hebben we hem in Duitsland ook vaak gezien. Denk nog maar eens aan die wedstrijd tegen Duitsland. Van Basten. Wat kort voor Van Aarle. Nederland gooit wel. Vanenburg is daar. Ellen Davies. Voorstelbal. Sauzol of Van Basten. Ik denk niet dat het appel voor een strafschop van de tribunes terecht is. Maar we kijken nog eens. Davies die tekort terugspeelt. En Sauzol die wel degelijk op de bal uit is. Joes. En Van Breukelen die het zekere voor het onzekere neemt. Clayton Blackmore. Bal is nog steeds binnen. Kruse hoekschop. Vanenburg. Beweging bij Wouters. Van Tichelen weer riskant. Weer door het midden.
Gullit. Overtreding tegen Hoorn van Gullit. Gullit die bij de scheidsrechter geroepen wordt. Maar de 35-jarige Damgaard ziet er maar vanaf om Gullit geel te geven. Misschien al een hele eer om met de voetballer van het jaar, van het vorig jaar te praten. Blekmolen speelt hem al aan, Vanenburg. Daar is Van Basten. In het centrum is Gullit, maar ai, Van Basten. Kan gebeuren. Overigens uit het feit dat Gullit daarachter in het jagen op balbezit inleidde en alweer op tijd in de punt van de aanval was, valt te concluderen dat van de blessure en een eventuele conditieachterstand van Gullit voorlopig nog niet te merken is. Weer een foutje achterin, maar gelukkig dat Hughes buitenspel staat. Levensgevaarlijk die twee. Maar dat moet toch inmiddels bekend zijn. Gullit nu in moeilijkheden, krijgt wel een vrije trap. Overtreding van Hoorn. Wie anders? Koeman. Wil te veel. Het is Vanenburg die niet teruggefloten wordt. Gullit die neerlegt. Althans, dat was de opzet. Tichelen. Daar is Gullit. Oh, wat een krachtige kopbal. Krachtig met een K. En nog eens. Maar wat zat er achter die eerste kopbal? Een venijn en een kracht. Dikke minuut voor rust. Van Tichelen die de bal brengt. En kijk eens hoe hoog die van de grond komt en hoe die hard met dat hoofd tegen die bal aan knettert. Koeman weer op een riskant avontuur. Joes. Wat gebeurt er allemaal achterin bij Nederland? Wild wil een vrije trap voor Davies, maar Damgaard heeft geen overtreding gezien in de actie van Rijkaard. Maar wat zijn dat voor expedities achterin? Nu buitenspel van Joes. Vindt deze grensrechter.
En meteen aansluitend het rustsignaal van Damgaard. 0-0 bij rust. Gefluit van de tribunes en dat is voorbarig. Want Liebrechts en zijn ploeg weten dat tegen een ploeg als Wales ook de tijdsfactor voor het Nederlands elftal, dat toch hoger aangeslagen moet worden, een belangrijke rol kan spelen. Beide ploegen met deze Marco van Basten als laatste naar de kleedkamer. De ploegen ongewijzigd uit de kleedkamer. Arnold Buren zal zich inderdaad Alan Davies nog wel herinneren uit de FA Cup finale die hij met Manchester United tot twee keer toe tegen Brighton speelde. Want toen was Davies in het elftal van United, waar ook Arnold Buren speelde, als jonge debutant opgeroepen. Buren scoorde in de tweede overgespeelde finale, trouwens voor United uit een strafschop. Dat is verleden tijd. Nederland-Wales bij rust 0-0 is tegenwoordige tijd. Van Basten en Vanenburg staan klaar bij de bal voor de tweede helft, waarin het Nederlands elftal zal moeten scoren, zoals door beide in de rust ook al gezegd. En waarin het dus ook zal moeten oogsten voor wat het de eerste helft gedaan heeft om het elftal van Wales, met een stel tweede en derde divisiespelers uit de Engelse competitie, dat stuk gespeeld zou moeten zijn, eronder te krijgen. En dat is nodig omdat over vijf weken in München, West-Duitsland, het elftal van Frans Beckenbauer wacht. Tegen Nicolas aan. En dan achterin, waar het Nederlands elftal zich in de eerste helft toch een aantal slordigheden veroorloofd heeft. Waar geen gewoonte van gemaakt moet worden. De 19-jarige Gareth Hall. Van Basten verlengt. Bullet. Ronald Koeman. Was gewoon een ingooi. Van Basten die iets minder accuraat is in de kleine ruimte dan tijdens het Europees kampioenschap. Thank you.
Bal buiten geweest. Erwin Koeman kwam buitenom, maar Kruse koos voor Frank Rijkaard. Open op Van Aarle en Vanenburg. Kruse. Van rechtsaf komt meestal de beste voorbereiding. Nu inkomend van links door Kruse. Slordig Van Aarle. Slordig Rijkaard. Alan Davies, Van Basten. Van Aarle pendelt aan de rechterkant. Kruse achterin. Voorzet Koeman. Andere Koeman. Vanenburg bereikt Van Basten niet. Rijkaard. Rijkaard dan. Als voorrust probeert Nederland het met schoten van afstand. Omdat er verder in het centrum in de combinatie weinig eer te behalen is. En omdat hoge ballen als ze niet van de achterlijn komen weinig kans maken tegen de verdedigers die per slot van rekening in de Engelse school zijn opgevoed. En dat dus met de paplepel ingegoten hebben. Van Basten.
Bal niet achter geweest. Kruse. Hij wil er ook niet in. Want dit was dus een goede voorzet vanaf de achterlijn. Sauzolet. Heel Wils terug bij die corner. En Wouters brengt de ingooi naar Nederland. Voorlopig deze Sauzol dus de situatie nog meester. Maar het Nederlands elftal moet natuurlijk zorgen dat dit niet de eerste feestdag voor hem deze week wordt. Overmorgen wordt de doelman van Wales immers 30. En gevolgmatig zou je zeggen dat er een treffer van Nederland nu toch een beetje in de lucht hangt. Of vergis ik me daarin? Voorzet Koeman, Sauzol eruit. Williams laat de bal liggen. Wouters, 25 meter. Oh! Die Sauzol is natuurlijk wel inmiddels aardig ingespeeld op dit soort schoten. Vrije trap, voordeel van Basten. Vanenburg erachter, het is vol voor Sauzol. Bullet komt het hoogst. Voorzet Koeman, te ver. De druk blijft. En Koeman houdt goed de zijlijn. Al gaat deze bal aan Gullit voorbij. Daar is Vanenburg nog achterin. Maar Van Basten heeft het niet of nog niet helemaal. Duel met Mark Hughes.
moet een wat groot gebied overbrugd worden op weg naar de aanval. Dat doet nu Rijkaard, samen met Wouters trouwens. Wouters die nu diep gaat. Van Basten. Nee. Van Tichelen. Kruse is zeker niet buitenspel. Dit is nog goed. Vanenburg. Te lang gewacht. Van Aarle. Joost. Bal valt bij Rush. Erwin Koeman repareert het ongerief. Rijkaard met ruimte op de as van het veld. Schieten. Willem kiest achter de bank waar Liebrechts en de andere wisselspelers op zitten na een kwartier. Hughes. Rush. Davies. Kwijt. Kruse. Speelde de eerste fase na de rust beter dan daarvoor, Hendrik Kruse, maar de laatste minuten toch weer wat minder. Overtreding gefloten tegen Ronald Koeman. Ongeduld bij Van Aarle. Kruse. Koeman. Erwin Koeman buitenspel. Buitenspel van Hughes aan de andere kant. Overtreding.
overtreding tegen Vanenburg. Van Blackmore. Erwin Koeman, Kruse. Erwin Koeman, Van Basten niet. Ingooi Nederland. Rijkaard. Daar is het te vol. Hoorn krijgt de vrije trap. Blokkeren Ronald Koeman. Joes, handig in de kleine ruimte. Overtreding was van Adrie van Tichelen. En de bank van Wales. Cruiseruimte. Rijkaard. Koeman, 30 meter, dreigen met een schot. Van Basten. Vanenburg. Doelschop. Kief prepareert zich. En hij komt in de ploeg. In plaats van Gerald Vanenburg. Willem Kief dus voor, laten we zeggen, het laatste kwart in de wedstrijd. En misschien dat de gedachten dan teruggaan naar Gelsenkirchen, Nederland-Ierland. Toen het ook lang 0-0 bleef tegen een Britse tegenstander. En Kief de band verbrak. Bij Nederland is nu Gullit aan de rechterkant gaan spelen in de positie van Vanenburg. Kief die voorlopig Nicholas als tegenstander heeft gekregen. Koeman, en daar is Gullit aan de rechterkant. En daar is de voorzet. Nicholas die het hoofd eronder zette. Voor Van Basten er iets mee kon doen. Nu Vanenburg weg is. De hoekschoppen van links ook van Kruse. Wouters. Doelschop.
Joes. Davies. Hughes. En daar is Rush. Het levert de eerste corner op voor Wales via Ronald Koeman. Altijd staat hij op scherp in Rush. Dit is Terry Yarros. Alan Davies voor de hoekschop. Van Breukelen. Gullit. Van Basten onmiddellijk met nil op zijn uit. Koeman, Wouters, Kruse. Dat is een aardige voorzet, maar weggekopt. Van Tichelen 1 tegen 1 tegen Joes, goed. Gullit. Inmiddels drie kwart wedstrijd achter de kiezen. Dat is meer dan ooit in dit seizoen voor Ruud Gullit. Hij is niet gewisseld, omdat hij waarschijnlijk toch te belangrijk wordt geacht door Thijs Liebrechts voor dit elftal. Maar voorlopig brengt Kieft er ook geen lijn in. Misschien nu Koeman. Vrije trap tegen Jan Wouters. Jorrit langs de kant. De coach van Wales, de coach van de ploeg die zich sterk maakt, zoals dat met Britse ploegen vaak zo is. En naarmate het resultaat langer goed blijft, ook steeds sterker wordt, mentaal gezien.
ingooi van Mark Hazelwood. Kruse. Waarom terugkieft? Komt nog goed terecht. Sterker nog, de paas van Koeman bij Van Aarle. Maar die komt er niet uit. Het laatste kwartier waar we bijna aan toe zijn, wordt nog een heet kwartier. Want puntverlies in deze groep, met de Duitsers, maar dan dus ook met Wales, zou Nederland echt bij voorbaat op grote achterstand zetten in een pool waar maar vier landen zijn. En waar de punten dus duur zijn. Van Aarle. Ook Kullet in de punt van de aanval. Maar als Van Aarle daar de bal niet krijgt. En vervolgens de bal ook nog naar Williams gooit. Nu dan misschien. Nee. Zo komt Nederland er dus niet. En achterin blijft het opletten zoals nu voor Van Tichelen. Wouters. Van Basten. Joes. Rijkaard, goede paas. Kruse. Blackmore, Nederland gooit. Jorrit gaat wisselen. Dean Saunders van Oxford United. Een nieuwe aanvaller in plaats van Mark Hughes. Oxford United dat van die goede aanvallers aflevert. Denk maar aan Aldridge. De eerste spits die in de belangstelling van PSV stond. Kieft. Bijna het middelpunt van een opstandje. Dat begon. Rom Nicholas en nu is Kruse daar ook van de partij. De vrije trap gaat naar Wales. Rijkaard. Op het achterhoofd. Van Breukelen weet dat haast nu geboden is. Van Basten met Nicholas. Nicholas die dan uiteindelijk de overtreding maakt. Van Basten.
Blessure bij Ezelvoort. Die daar Van Basten blokkeerde. Blokte. Zo. En met nog een kleine 12 minuten ligt de wedstrijd stil. Ook Thijs Lieberg zal het toch langzaam maar zeker te kwaad krijgen met nog, laten we zeggen, 11 minuten te spelen. Van Aarle, Gullit is gestart. Voorzet van Gullit, kieft Southall. Bal was voor kieft hem raakte, ook achter geweest. Doelschop dus. Aarle, Gullit. Gullit met Hoorn, bal binnengebleven, Nicolas Ruimt. Weer Gullit, weer met Hoorn. Vrije trap. Achter de bal Ronald Koeman, dat wordt dus een strakke. Kieft. Ezelwoord die er een hoekschop van maakt. Het wordt nu pompen of verzuipen. Erwin Koeman. Gullit verlengd. Achterin is niemand. Overtreding Blackmore tegen Van Aarle. Overtreding Rush tegen Rijkaard. Voor Wales allemaal tijdwinst. Koeman. Gullit komt. En dat is hem dan, Gullit. Toch Ruud Gullit. Toch hij. Kijk eens hoe blij Van Breukelen is. En wat een opluchting. 7 minuten voor tijd. De vrije trap van Ronald Koeman. Gullit die inkoopt. De lat en weer Gullit. En daarvoor heeft Thijs Liebrechts hem in de ploeg gelaten.
Ruud Gullit, de aanvoerder. Gullit hier een vrije trap tegen krijgt. Hoekschop via het hoofd van Berry van Aarle. 6 minuten en Nederland is er dus nog niet. Davies. Van Breukelen met de beide vuisten. Schot zag er gevaarlijker uit dan het was. Schot van Hol. En op de tribune heeft, nadat het begin van de wedstrijd de stemming uitgelaten was, en naarmate de tijd vorderde de stemming ingehouden, ja, bijna wanhopig werd, inmiddels de vreugde weer toegeslagen. En Wilbert Souvrijn is net als Sonny Siloy door Libres van de bank gestuurd voor een warming-up. Blackmore, ja. Clayton Blackmore. En aan de kant bij Nederland zijn Liebrechts en Nolderuiter van de bank opgestaan. Scherp voor Gullit. Was Nicolas die ruimte. Van Basten. Nu dan, kleine ruimte. Voorlangs. Ontwijkt een vliegende tackle van Hol. Kruse. Joris.
Willet in de rug gesprongen, maar het spel gaat door. Rijkaard. Van Basten contra Hazelwood. Hoe belangrijk zal die ene treffer van Ruud Gullit in de 38e minuut van deze wedstrijd blijken aan het eind van de rit. In ieder geval gaat Nederland met 2 punten over 5 weken de lastige wedstrijd in München tegemoet. En dat was het uitgangspunt van deze wedstrijd. Niet letten op de 4-0 tegen Finland die de Duitsers al op zak hebben. Gewoon zelf 2 punten halen. En dat bleek moeilijk genoeg. Maar het eerste hoofdstuk in het nieuwe boek hoeft niet met zwarte inkt geschreven te worden. En behalve dat het dus duidelijk is dat de ploeg nog het een en ander heeft op te bouwen, is in ieder geval de eerste overwinning binnen. En de opluchting op het gezicht van Ruud Gullit en de anderen is zichtbaar. Want Wales was geen dwerg, was een lastig obstakel. En wat dat aangaat mag Nederland blij zijn dat deze wedstrijd met een positief saldo afgesloten is. Dit is de stand voordat over 5 weken Wales en Finland elkaar ontmoeten in Swansea en West-Duitsland en Nederland in München. Frans Beckenbauer heeft een aderlating moeten doen. Augenthaler, de man die hij als vrije verdediger wilde opstellen, is niet van de partij. Hij heeft in de opstelling, in de 11, Reuter, ploeggenoot van Augenthaler, bij Bayern München opgevoerd als zijn vervanger.